En de vreemdelingendienst van de politie heeft het erg druk omdat veel personen zich aanmelden voor een COVID-stempel in hun paspoort. Zowel gisteren als vandaag stonden de mensen al vroeg voor de poort van de afdeling. Volgens hoofdinspecteur Humphrey Naarden hebben de vreemdelingen deze stempel nodig voor langer verblijf in Suriname. Naarden zegt dat ons luchtruim momenteel gesloten is en de mensen niet de kans willen lopen om illegaal in Suriname te zijn. Het gaat in deze meer om Colombianen, Venezolanen, Cubanen, Brazilianen, Indiërs, Chinezen, Vietnamese, Maleisiërs, mensen van Filipijnen en Afrikanen. En dus collect op dus die drukte die ze krijgen omdat de mensen dan de gelegenheid krijgen om naar de afdeling te gaan om zeg maar een stempel te krijgen waardoor ze geen status zullen hebben van illegaal verblijf in Suriname. Ja, want u weet, we zitten nu in een overmachtssituatie, maar betekent dus dat die COVID-pandemie, waardoor ons, zeg maar, ons luchtruim in principe is afgesloten. Dus commerciële vluchten vinden in principe geen plaats momenteel. En in het verlengde daarvan moet je de mensen dan een bepaalde status geven, waardoor ze dus niet illegaal in jouw land vertoeven. Naarden zegt dat de drukte ontstaat omdat de afdeling vreemdelingen dagelijks slechts 100 personen helpt. Verder heeft de leiding van de vreemdelingendienst mij gevraagd om in het bericht ook aan te geven dat de vrouwen vooral zich representatief moeten kleden en dat men zich moet houden aan de COVID-19 maatregelen. En de instructies die ter plaatse zullen worden gegeven. En de COVID-19 maatregelen in deze zin zijn in deze dat men een neusmondbedekking moet hebben. Men moet rekening houden met de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. En men moet hun handen desinfecteren. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden, we spraken hem naar aanleiding van de vele mensen die zich aanmelden bij de vreemdelingendienst om een COVID-stempel in hun paspoort te krijgen.